Verdeelde meningen over vluchtelingenhuisvesting in Baren. En Lucas Bolsius wil burgemeester van Amersfoort blijven. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Veel vragen en verdeelde meningen over versnelde huisvesting voor asielzoekers in Baren. Ruim 100 inwoners kwamen hier gisteravond over praten. De gemeente wil lege kantoren ombouwen tot woningen voor mensen met een verblijfsvergunning. Maar ook voor Barenaars die dringend een huis nodig hebben. En dat laatste bleek voor de inwoners erg belangrijk. Ik wil graag weten over welke locaties we spreken, want ik vind het allemaal erg grijs gebied. Alleen nu hoor ik net dat de vergunninghouders gewoon urgenter zijn. Ja, verdorie, je zal uit de oorlog komen. Dan ben je toch verdorie ook urgent. Een volle aula in het Baarns Lyceum. Huisvesting, en met name huisvesting van vluchtelingen, blijkt te leven in Baarn. De een kan het niet snel genoeg gaan. Probeer verder te komen. Probeer er overheen te springen. De ander vraagt zich vooral af wat de gevolgen voor de huidige inwoners zijn. Hoe zit dat met die mensen die heel lang op de wachtlijst hebben gestaan en die geen urgentie hebben kunnen krijgen? Vorig jaar moest Baarn 43 statushouders huisvesten. Dit jaar komen er minimaal 65 asielzoekers met een verblijfsvergunning in de gemeente wonen. Volgens de gemeente is het een win-win-win plan. Lege kantoren krijgen een functie, asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning. En ook voor Baarnaars zelf komt er meer ruimte op de woningmarkt. Want de huizen zijn niet alleen voor statushouders. We vinden het ook een mooie kans om ook een stuk integratie te bevorderen. We gaan niet kantoorpanden alleen maar geschikt maken voor vergunninghouders. Het is juist de bedoeling dat we gaan mengen. Je moet ook goed kijken waar gaan we dat doen. En hoe leeft het onder de bevolking is ook heel belangrijk. Dus vandaar ook fijn dat we daar vanavond aandacht aan besteden. Die bevolking is verdeeld. Tussen zorgen over de huidige woningzoekers. Die komen niet uit een oorlog, komen wel uit een hele vervelende woonsituatie. En welwillendheid om te helpen. Ja. Laten we die dan met z'n allen een beetje veilig thuis doen. Maar wel ook zorgen dat ze kunnen integreren. Maar niet stranden in die bureaucratie, alsjeblieft niet. De volgende stap is dat de gemeente met kantooreigenaren in gesprek gaat. Voor zover is, vanavond praat de gemeenteraad zelf ook nog over de plannen. Lucas Bolsius wil ook de komende 6 jaar burgemeester van Amersfoort blijven. Bolsius zegt dat hij nog niet klaar is in de stad. En dat zijn kinderen zich heel erg thuis voelen in Amersfoort. Dat zijn voor hem de belangrijkste redenen om zich aan te melden voor een tweede ambtstermijn bij de gemeenteraad en de commissaris van de Koning. Ik mag al 6 jaar, of bijna 6 jaar, burgemeester van Amersfoort zijn. En dan komt die vraag op je af. Wil je door? En ga je goed bij jezelf nadenken? En ga je ook met mensen overleggen? Vind je het leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Heb je genoeg energie? Ja, heb ik ook. Is er nog genoeg te doen? Antwoord ook ja. Nou, dat leidt ertoe dat je aangeeft. Ja, wat mij betreft wil ik door. Of Bolsius mag blijven is uiteindelijk aan een vertrouwenscommissie. Maar hij heeft er zelf alle vertrouwen in. Bij een ongeluk in Zeist is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd iets voor zevenen door een auto aangereden op de rotonde van de Arnhemse Bovenweg en de Oranje-Nassolaan. Vermoedelijk heeft de automobilist de fietser over het hoofd gezien. Het slachtoffer is met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Hoevelaken is vanochtend een fietser aangereden. De bestuurder van een busje wilde van de Stoutenburgerlaan de Beek opdraaien. Maar hij zou daarbij de bocht tekort hebben genomen en de fietser hebben geraakt. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De mobiele telefoon van de door een trein aangereden Dasha Graafsma uit Hollandse Rading is terecht. Twee jongens vonden de smartphone gisteren bij een speelveldje in Hilversum, vlakbij de plek waar eerder haar ID-kaart was gevonden en waar een bewakingscamera haar kort voor haar dood nog in beeld kreeg. Het Forensisch Instituut onderzoekt of het nat geworden toestel nog bruikbare informatie bevat. Het KNMI waarschuwt ook vandaag weer voor gladheid in grote delen van Nederland. Maar ook in onze provincie is geen officiële waarschuwing afgegeven, maar wel voor de buurprovincies Gelderland, Noord-Holland en Flevoland. Voor Groningen, Friesland en Drenthe geldt zelfs opnieuw code rood. Automobilisten die richting die provincies gaan moeten rekening houden met ernstige gladheid door IJssel. Montfoort begint het nieuwe jaar met een nieuwe burgemeester. Petra van Hartskamp is gisteren geïnstalleerd. De kersverse burgermoeder moet haar mannetje staan, want Montfoort is een pittige gemeente. En met een klap van de voorzittershamer is het officieel. Montfoort heeft een nieuwe burgemeester. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente is dat een vrouw. Petra van Hartskamp. Ontzettend veel zin in. En ik kijk ook terug naar een hele mooie installatie met heel veel warme woorden van welkom.
Met de installatie van Van Hartskamp wordt afscheid genomen van de huidige interim-burgemeester, Theo van Eyck. Afscheid nemen hoort erbij als waarnemend burgemeester, maar ik ben ook een mens. Dus overal waar je van bent gaan houden en afscheid nemen doet altijd een klein beetje pijn. Maar ik laat het met een gerust hart achter aan een geweldige nieuwe burgemeester. En die burgemeester werd gekozen uit vele kandidaten. Montfoort past bij Van Hartskamp. Niet wollig, maar kort en bondig. Niet te veel superlatieven. En dat is helemaal mijn stijl. De nieuwe burgervrouw moet van goede huizen komen. Montfoort is niet de makkelijkste gemeente. Bezuinigingen, ruzie in de gemeenteraad en anti-vluchtelingenspandoeken. Van Hartskamp moet haar mannetje staan. Wat belangrijk is, is dat afgelopen jaar veel gedaan is in Montfoort. Dat ook in bestuurlijk in een wat rustige vaarwater is gekomen. Ook dankzij de waarnemend burgemeester Theo van Eyck. Er is weer een college, is ook weer voltallig. Er zijn goede afspraken gemaakt in het raadsprogramma. En ik heb alle vertrouwen in de toekomst dat we met elkaar, en die hoop heb ik ook bij mijn installatie uitgesproken, dat we met elkaar eensgezind de toekomst ingaan en zorgen dat we een slagvaardig en daadkrachtig bestuur vormen. Nou, dat kan nog wel wat korter en minder wollig. De komende 100 dagen kan ze volop oefenen. Want ze gaat die tijd besteden om de gemeente in te gaan om te praten met burgers. Peter van Hartskamp heeft jarenlange bestuurlijke ervaring als wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Huizen. De Bodyguard is gisteravond in Utrecht verkozen tot beste grote musical van het afgelopen jaar. De Musical Awards werden uitgereikt in het Beatrix Theater, de thuishaven van The Bodyguard, waarin de Utrechtse Romy Montero de sterren van de hemel zingt. Het is de 15e editie van het prestigieuze awardgala. Om deze prijzen draait het in de musicalwereld. Degene die vanaf het moment dat zij op het podium verschijnt, iedereen ogenblikkelijk op de knieën krijgt. Romy Montero voor The Bodyguard. En eer dus voor Romy Montero, die de award voor aanstormend talent krijgt voor haar rol van Rachel Maron. In ons eigen vertrouwde theater ook. Dus het was heel erg fijn om hier te mogen zingen in ons eigen theater. En dan win ik ook nog zo'n prachtig award gewoon in Utrecht. Ja. Ik ben een Utrechtmeisje, dus ik ben heel erg trots. En natuurlijk degene van wie ik al dat talent heb gekregen. Dat is mijn moeder. Tot een maand terug, mam. Moeder Antje is apetrots dat ze de prijs in Utrecht mag ontvangen. Ze heeft het prijsje in de pocket. Ze heeft het beeldje. Ja, ik ben super blij. En er is niets fijner dan een vaste productie in een theater in je eigen stad. Sowieso is Utrecht ook een fijne plek om te zijn. Dus nee, dit is echt wel een thuiswedstrijd voor haar. Voor mij om hier langs te lopen. Heerlijk. I present you with this wonderful trophy. Can you carry it? You know about the Joop van den uit Baren krijgt uit handen van niemand minder dan de 76-jarige zangeres Tina Turner een Oeuvre Award. En als laatste wil ik de belangrijkste persoon in mijn leven bedanken. Dat is Janine. Janine, hij is voor ons. Dankjewel. En zo worden in totaal 16 awards uitgereikt in het Beatrix Theater. Maar dan de belangrijkste vraag, waar laat je dat bronzen beeldje? Geen idee nog. Ik denk in de woonkamer of pontificaal, wanneer je de voordeur open doet, gewoon gelijk daar. Een hele mooie grote standaard. Nee, ik denk in de woonkamer ergens, maar een heel mooi plekje. Heel graag, tot volgend jaar. Dag. Ja, veel emoties gisteravond. De musical Soldaat van Oranje kreeg de publieksprijs. Ruim de helft van de stemmers vond dat de beste musical van het afgelopen jaar. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag langere tijd regen. Bij vrij krachtige wind uit het zuidoosten is het maximaal 8 graden. Tegen de avond wordt het droog. Het klaart op. De wind draait naar het zuidwesten en het koelt af tot rond de 2 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Zie ik u graag terug. Fijne middag nog.